Kinderen van de 12 ruiters hebben vandaag een bosuitje. De mist, maar de mist die trekt strakjes verschillend aan de rug. Op het landgoed Beerschoten in de Bilt wordt het herfstbos onderzocht. Nou, ga eens goed bekijken. Zijn konijnenpoepen. Ja, ga maar goed kijken. Opa, kom eens. Ik heb hem. Hey Jasmijn! Ik ben blind! Ja, maar hutten bouwen jij, hè? Dat doe je zo. Ja, dan ga je er niet in. Jij eet ook voor mij, Jokka. Doe hem ook bij een ander kindje in de toosje, Jasmijn. Ja, papa. Ik heb een tak met roze stippen. Ja, ik hier ook. Tijdens de pauze komen de meegenomen lekkernijen uit de tas. Winnie de Poel. Er moet ook nog een groepsfoto worden gemaakt. Ja, ga je lekker trekken. Zijn de bomen nu dus kwijt? Want al die dwarrelende blaadjes zijn een kleurentapijt. Goed zo! Al die 100.000 blaadjes aan de bomen waren groen.
Want al die 100.000 blaadjes zijn nu rood en bruin en geel. Omdat de herfst ze heeft geschilderd met zijn eigen penseel. Terug op school wenst juf Patricia iedereen een heel fijn weekend.